Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik een Care Package Challenge doen en dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Joey. Yo yo. Yo 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 yo. En ja, dit is de eerste Black Ops video die ik samen doe met Killer J. Normaal doen we eigenlijk altijd GTA 5. Maar we dachten, weet je, waarom niet? Waarom doen we niet gewoon even een challenge? In ieder geval, de challenge voor vandaag is de Care Package Challenge. Ik heb die al één keer eerder gedaan tegen AntiTD. Toen was ik heel erg unlucky. Ik had 5 Care Packages en hij maar 1. Maar toch heeft hij de challenge gewonnen omdat hij een Lightning Strike kreeg. En ik 5 keer, allemaal bullshit. Dus laten we hopen dat mijn Care Packages vandaag wat luckier zijn. Ik heb er in ieder geval hartstikke zin in. Dus ja, we gaan een potje zoeken en let's go. Laten we gaan beginnen, jongens. Yep. Dus, wat voor klas speel jij vandaag? Ik ga vandaag met de Manowar, jongen. Waar ga jij mee spelen? Ik speel vandaag... jij speelt ook met de Sight. Ik speel vandaag... ik denk met de VMP, CUDA, een beetje switchen. Want ik speel niet meer zoveel Black Ops eigenlijk. Hè. Ik ben veel meer bezig met de video. Misschien ook wel XR2 een beetje. Maar ik denk dat ik ga beginnen met de VMP. Ja, VMP, okay. dat is waar ik mee begin vandaag. Is goed. Nou, mogen succes de beste in ieder geval. Winnen. Zeker weten, zeker weten. Oké, ik heb al 1 kill te pakken, dat is nice. Oh shit, ja, hij staat erboven. Oké, holy shit. Wordt daar fucking druk bij B. Bom! Oh, kut, yeah. kut. Ik zat boven in mijn kamertje met 2 kills, maar... Ik rende weg en toen werd ik in mijn rug gelegd. Oh, dat is echt leuk. Oh, dat is kut. Oh shit. Oh ja, een triple. Holy fuck. Oké, ik heb mijn UAV te pakken. Nu braaf van secure, als dat me lukt. Ja, oké, ik heb al mijn streaks. Nice. En ik ben dood. Nou, mijn eerste care pack is gelijk al verdiend. Laten we kijken wat erin zit. Hopelijk krijg ik gelijk echt iets heel goeds waar Killer J gewoon niet tegenop kan. Laten we het hopen. Ja, ik ben bang dat ik deze care pack ga halen vandaag. Wauw, wat ga ik slecht. Ja, gaat het slecht? Yeah. Ja. Oh ja, daar gaan we weer. Een UAV. Nou. ik had net zo goed geen care package kunnen halen, want dit is weer echt 3 keer niks. God, ik krijg lachen als ik een mothership eruit krijg ofzo. Ja, dat zou echt weer typisch zijn, jongen. Weet je, Jaraski heeft toch ook zo'n road to mothership ofzo? Is dat zo? Dat is een serie, toch? Ja, en weet je, dan spelen ze om care packages en steeds een tegenstander en dan gaan ze voor een mothership. Dat is zeg maar de challenge, proberen een mothership uit hun care package te krijgen. Nou, oké. Holy shit, ik heb trouwens weer een care package. Dan own ik gewoon heel YouTube. En jou. Ik heb weer een care package, motherfucker. En ik houd UAV en UAV. Ik ga echt slecht. Ik weet niet waarom. Ik denk dat het komt omdat ik al een maand bijna... Zeg maar, de eerste week dat deze game uitkwam, heb ik heel veel gespeeld. Joey, je wil niet weten wat er in mijn care package zit. Het is ongelooflijk. Count UAV. Jongen. Nou trouwens, dat wil jij wel heel graag weten. Ik kan wel zeggen dat wil je helemaal niet weten, maar tuurlijk wil je dat weten. Want het is echt weer bar slecht. Dat betekent dat je gewoon een kans hebt. Oh shit. Ze zitten al B, man. Ze zitten er zwaar te campen. Nou, wie geeft ze ongelijk? Ik bedoel, ze hebben de vlag gehouden. Oké, de side. Kom op. Nu moet ik echt wat kills gaan rocken. Godsamme, ga ik gelijk dood. Dat was ook echt niet slim. Niet slim gespeeld. Gespeeld. Oh shit. Ja, nice. En met ik. Speel je nog steeds met de VMP of ben je inmiddels van wapen geswitcht? Ik speel nog steeds met de VMP, man. Oké. Fuck, jongen. Wow! Crafty Spike, holy shit. Eén kill van mijn fucking... Eén kill verwijderd van een fucking care package. Crafty Spike op de school. Meen je dat? Altijd zo. Fucking lame, guy. Oh mijn god. Ik ga wel even switchen. Ja, daar ben ik dan wel weer een beetje lucky mee. Oké, we switchen naar de CUDA. Dan ben ik echt zo slecht dat ik niet eens een fucking kerkertje kan halen. Kom op, man. Zit jij nou serieus in de hoek? Oh, wat ben jij vreselijk, zeg. Jezus, wat ben jij vreselijk. We worden echt gespantrapt, ouwe. Dat is echt niet leuk. Ja, we worden echt zwaar gespantrapt nu. Oké. Ja, kijk, we moeten gewoon B even pakken. Als we B hebben, is er niks aan de hand. Huppakee, ik ga er gewoon voor. Ik ga er gewoon keihard voor. Kom maar, laat mij B maar even kijken. Ik kom je helpen, man. Ik kom je helpen, puur om de reden dat het voor mij ook beter uitkomt. Oh, kut, sorry. We gaan hem wel krijgen. Ja, en dan ga ik net dood. Oké, we gaan er weer voor.
Oké, dat is nummer 1. Dat is nummer 2. En dan komt nummer 3 aangevlogen. En die heeft mij. En, wauw. Kutzooi. Kom op, doe die call out, man. Oké, ja. We gaan nu MLG, jongen. We hebben een challenge tegen elkaar, maar ook met elkaar. Dat was niet goed verwoord. Ik bedoel eigenlijk, we spelen eigenlijk ook gewoon met elkaar, weet je wel. We moeten ook samen veel kills gaan halen, want anders hadden we allebei geen care packages. Kutzooi! Waar oh my god! Hij vandaan? Oh, ik weet niet waarom ik bijna geen kop meer speel. All of the rage altijd. Oh, damn. Het is vreselijk, hè? Yes, we hebben B, we hebben B. Nice. Oh! Oké, ik wil nu echt niet dood. Ik wil niet dood. Jij moet helemaal niks hebben. Ik gun jou niks meer. Hoezo? Oh ja, ik heb een care package. Lekker. Ik ga gelijk weg hier. Echt, en de spans is mogen... zeker bij C. De spans is zeker echt waar. Bij C. Even niet. Deze mensen moeten allemaal dood. UAV'tje. Zeg me niet dat ze hier nu spannen, want mijn teammates te ver aan het pushen zijn. Oké, dus is hier één iemand gespannen. Ja, kutzo. Nee, dit meen je niet. Wat zit erin? Jij moet dood. Lekker. Ik heb hem. Een UAV. Oh mijn god. Jongens, ik weet niet wat het is met die care package luck van mij, maar het is echt verschrikkelijk gewoon. Oh shit. Van de naast. Ik heb weer een UAV gekregen. Echt? Oké, ja, ik heb nu 2 UAV's. Oké, ik heb weer een care package. Ik haal zoveel care packages, jongen, maar... Oh fuck. De enemy naast me. Oké. Ik ga gewoon negatief. Nou, Joey, hoeveel care packages heb jij al niet? Nee, nul. Oh mijn god. Het is echt slecht. Ja, je kan ook wel zien dat je het spel nog niet heel vaak hebt gespeeld. Ik ben er 45. Ja, ik speelde GTA vroeger altijd fucking... Is gewoon, ja, dat. Maar ja, ik speelde vroeger echt zoveel Call of Duty. Echt heel veel. Ja. En ik weet niet, toen kwam Advanced Warfare en ik ben de lol een beetje in de game verloren, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Oké, ja, daar kan ik op zich wel een beetje inkomen. Advanced Warfare, tuurlijk. Dat was wel heel anders dan die andere Call of Duty's. Double jump en zo, al die bullshit. Ik speelde ook altijd gewoon competitive en zo, maar ik weet niet. Ik heb de touch gewoon niet meer. Wat? Oké, kijkers, jullie hebben dit gezien. Mijn care package, ik call hem in, maar hij is gewoon nooit gespand. What the fucking fuck? Is dit voor bullshit? Nou, in ieder geval, ik heb alweer een nieuw care package, maar what the fuck is dit? Nou, oké, hopelijk spant hij hem nu wel, want ik vind dit niet echt heel erg chill of zo. Werd hij eruit geschoten? Zou dat kunnen? Ja, kan. Of hij werd gehackt? Ja, oh ja, dat zal het wel zijn. Dat zal het sowieso wel zijn. Hellstorm, hè? Eindelijk iets beters dan UAV's en counter UAV's. Maar nog steeds niet heel denderend. Oh fuck, in mijn rug. Oh jongen, als ik jou had gepakt. Even mijn hellstorm gooien. Oh fuck, ik ga zelf dood op mijn eigen hellstorm. Wat was dit fucking noob? Ja, dat was niet heel erg slim. Oké, we moeten B zien te pakken, man. Ja, dat is wel een iets belangrijks, ja. Lekker. Heb ik jou geturnond, jongen. Kom hier dan. Pakken B, we hebben B bijna. Fuck, word ik gesniperd. Kutzooi. Oh ja, nu ga je sowieso je care package halen, hè. Ik weet het gewoon. Heb je hem al bijna? Ik heb hem. Zeg me niet dat je beter gaat krijgen dan Hellstorm. Ik hoop het wel. En dan hebben we gewoon weer een herhaling van de vorige Care Package Challenge. Huppakee, oké, ik heb een Care Package. Ik ga hier met jou. Kom op! Mothership! Kom op, geef me een mothership! Holy shit! Hij wordt ingegald. RCXD, wow. Oh, gelukkig. Wat krijg ik? Een Guardian. Oh, nice. Volgens mij... Nee, die is niet beter dan Hellstorm. Maar ze is nog wel wat chill. Die zet ik hier gewoon ergens neer. Nee, zet ik niet hier ergens neer. Ga ik bij B neerzetten. Hoe ging jij niet dood? Maakt niet uit. Oké, counter UAV'tje zetten we even in. En dan staat er iemand op B. Gelukkig is hij dood. Hoppakee. En de Guardian.
Hupsakee. Fuck, en dan word ik gesniperd. Oké, shit, ze gaan B pakken, man. Ze gaan B pakken, kut. Dat moeten we niet hebben. En dan ga ik een granaatje bezorgen. And you're dead, bro. You're dead. En daar span je nu. Huppakee, you're dead, bro. Oh, en dan word ik gesniperd. Fuck jou met je sniper, jongen. Met je Drakon, of wat dat ook is. Volgens mij is het een Drakon. Wat? Het gaat wel een stukje beter sinds je de Q daar gebruikt, of niet? Ja, wel iets beter. Kut. Ah, fucking shock chargers. Geen tactical mask ingesteld? Nope, niet op deze klas. Hey, we zijn ze gewoon weer aan het inhalen, dat is wel heel erg gruwelijk. We stonden echt dik achter, maar we hebben ze keihard ingehaald. Ja, keihard. Zijn ze aan het inhalen in ieder geval? Oh fuck. Nu ga ik jou ook killen, waar zit jij? Shit, bitch. Kut, 25 punten. Dat is echt zo irritant, hè? Op dat moment dat je reload, weet je. Ja, en dan dat je dan gewoon killt. Ja, dat is wel top. Oké, ik heb mijn sight, Let's go. Full fucking A. Huppakee, dat is één. Oké. Er komt nog eentje links aan. Ik heb hem. Oké. Let's fucking go. Ik heb er nog één. En net niet nog één. Fuck. Hoe ging ik daar nou weer dood? Shit. Oké, nice. Nate kill. Heerlijk nate spotjes dat zo. Gewoon lekker over het gebouw bij A. Fuck, volgens mij stond hij net uit de raam. Dat was niet zo slim voor mij. Ik had nooit die span in moeten rennen. Ja, het potje is bijna afgelopen. Het gaat tot de 200. En tot nu toe ziet het er naar uit dat ik hem de challenge ga winnen. Maar het zou zomaar nog kunnen veranderen. Ik bedoel, het hoeft maar één care package te zijn waar een betere killstick in zit. En je hebt gewoon de challenge alsnog gewonnen. Dus ja. Je bent nog niet verloren, Joe. Je bent nog niet verloren, zeker niet. Ik doe mijn best. Yep. Kutzooi! Ik ga ook alweer positief. Dat is nice. Ga ik positief? Ja. Nou, ga ik positief scoren. Nice. Shit. Ja, kom hier. Ja, een beetje combat focus. Huppakee. Dood jij. 190 punten. Oh shit, je moet nu wel snel care package gaan halen. Huppakee. Moet ik daar nog een bom naartoe? Oh mijn god, ik denk dat ik ga winnen. Nep spel, man. Oh, fucking rage. Ik weet ook waarom ik dit niet meer speel. Gewoon puur hierom. Puur door de rage. Nee, gewoon puur omdat het spel zo fucking nep is. Kijk deze fucking nep. Kijk dit. Gewoon nep. Gewoon fucking nep. Gewoon Call of Duty is gewoon niet meer wat het was. Het is gewoon verneukt. Ah, ja, oké. Snap ik hem zo, maar deze Call of Duty vind ik wel aardig, hè. Nee, ik vind hem echt slecht. Ik bedoel, ik wil niet de Call of Duty liefhebbers afkraken, maar ik bedoel, het is gewoon... Het is wel leuker dan Advanced Warfare, maar het is nog steeds geen Call of Duty. Het is gewoon een... Het is gewoon geen Call of Duty. Punt. Maar, gefeliciteerd, denk ik. Thanks, man. Thanks. In ieder geval, beste kijkers, heel erg bedankt voor het kijken. Ken je Frico Killer J nog niet? Ik kan me haast niet voorstellen, maar in ieder geval, een linkje staat in de beschrijving. Dus ik zou zeggen, kijk vooral ook naar zijn kanaal. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Laat nog even een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan check ik jullie weer in de volgende video. Peace. Later.